In deze aflevering van Zomervisite gaan we op bezoek bij Hans van den Hatelt. Beter bekend als Hannes. Deze man uit Echtelt is onder andere bekend van zijn columns in de krant in Betus Dialect, die hij jarenlang heeft geschreven. Hans, wat ik jou wil vragen. Jij bent het meest bekend eigenlijk van de column, de rubriek, de stukjes, zoals jij dat zegt, ja. van Hannes. Uh, wanneer ben je eigenlijk voor een krant gaan schrijven? Wanneer is dat begonnen en hoe is dat begonnen? Dat is begonnen in 1960. 1960. 50 jaar geleden, precies 50 jaar geleden. Ja. Dat ja. is begonnen. En dat is begonnen. Dat ik, dat was er hier, was, werden soort manoeuvres, oefeningen van het leger. En die hadden een beetje ongeluk kogels achtergelaten. Van die hulzen met, met kogeltje er nog in. Ja. En er waren kinderen die liepen er mee in de hand, hier op, een keer op station in Egert. Die liepen er mee in de hand en die denk ik, zeg, jongens, ik zag die, ik zag, ik zag die jongen. Toen dus ben ik naar de school gegaan en toen ik die onderwijzer gewaarschuwd, die zei, jongens, zo en zo staat het erbij, die kinderen die hebben allemaal de kogeltjes, die nemen ze mee naar school. Ik zeg ze voorzichtig dat ze die meer gaan, gaan speuren, dat ze afnemen als ze naar school komen, dan moet je niet naar school toe. Ja. En toen... Uh, toen dus zei die onderwijzer: Hans kunnen die beter een stukje in de kraan schrijven erover? Een ja. waarschuwing in de kraan zetten gelijk, dan nou weten ze het allemaal. Ja. En ik zei: Ja, hij heeft ook in Ingersoll een stukje geschreven. Gewoon een kongen in. En die ene Mulder was daar, want het vrije volkje Je vond dat stukje zo mooi. Ja. Dat je naar mij toe kwam om te vragen of ik correspondent van hem het vrije volk zou worden. Ja, en voor welke dorp hè, zou je dan correspondent? Voor door en Egert. Oh, Oké, okay. achteruit door echt. je ja, voor de darmen. En als we nou een sprongetje maken, hè? want in 1968 ben je begonnen met Hannes ja. in het dialect, wat heel bijzonder was natuurlijk. Hoe is dat begonnen? Dat is begonnen de, in Apheuze. In Apheuze schreef een man een stukje in dialect. Dat was niks beters dan Apheuze was het. Niks beters dan Apheuze. Mm -hmm. Ah, dat was dit inderdaad en, dat en dat. Toen heb ik iets stukjes tegen ingeschreven, ook in dialect. Ook in direct tegen ingeschreven, ja. ook een soort ingezonden stukje. En dat kreeg vast Jan bij. Hij was toen die tijd redactiechef bij, bij de Tielse krant. Dat was een nieuwe krant, hè? Dat was de Tielse krant. Ja. ja. Die was toen net begonnen. net begonnen. In november ja. begonnen of zoiets. Ja. En die, die vond daar ook zo'n stukje, dat tegenstukje van mij ook zo mooi. En die vroeg mij of ik, of ik een stukje tegen... Ver, ver, in, in, in de rubriek wat ik schrijven, iedere week een stukje maken. Ja. En toen heb ik toen gezegd, dan ik proberen, want ik wist dat ook niet, want ik had dat ook nooit gedaan met een dialect, maar ik schreef gewoon die man nou die een Naupeuzen stukje geschreven had. Ja. En dat heb ik toen en toen uh, vonden ze, dat sloeg zo in en je zei, eerst een stukje trekken al. Ja. Dat ik toen gemaakt, had dat ging over de burgemeester van de burgemeester, dat ze een voorbeeld moesten nemen, die een vergadering moesten houden. Ja. Net zoals de burgemeester van Diende, die probeerde eerst tenminste met een borreltje gezellig te maken en dan gewoon in de vergadering. Ja, ja. Dus je ja, had altijd, altijd, de hele zaak drek aan mee. Ja, ja. Dus toen moesten, moesten alle burgemeesters naar de Ehe en, uh... en heeft de burgemeester daarop nog op gereageerd toen je dat had geschreven? Of? De burgemeester van Diende? Ja. ja, een beetje wel, maar later dat was erg, erger toen heb je de krant opgezegd, gezegd. Toen had ik hem een keer aangevallen over. Uh... Over manoeuvres zit ja. hij. Toen verleek ik hem met de Hollandse 66, daar had ik niet meer aan te doen eigenlijk. Ja. En toen heeft hij de krant opgezegd? de krant ja. ja. Hoe kwam je nou aan je informatie? Hoe deed je dat nou? Want ja. je hebt het zo lang gedaan. Want ja. hoe lang heb je het gedaan? Vanaf 68 tot? Tot, tot 80 werd. 68. Dus dus tot, zeven tot, jaar geleden 33 jaar. 33 jaar heb je het gedaan, 33. die rubriek geschreven, Hannes. Ja. Ja. Hoe kwam je nou aan je informatie? Kreeg je tips, kreeg je veel tips? Ja, veel tips. Veel tips. Ja. Zaten daar soms ook mensen bij die een andere probeerden een hak te zetten? Joo, op die nam ik niet op. Nee? Nee, Hoe deed je die... dat dan? Na, Wat na, zei je dan na, tegen na, 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 Dan zei ik gewoon zei dat ik het niet opnam. Ja, ja. Zei ik zei nee, die mij niet Dat gebeurde dus wel? Ja, vaker. Oh, god naartoe, nou ja. Ach, jee. En dat, 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 Ook in de politiek? Ja, nou, maar de politiek, dat komt je ook weer niet scheren. Want die kunnen, die, die, dat is voor mij makkelijker, ja. die verdedigen het eigenlijk niet zo gauw. Nee. Als er iets verkeerd is. Ja. Maar dat, want dan kregen ze dubbel in de warst terug. Als, ja. ze, als, ze mij nou, als ze mij zouden aanvallen, dan kregen, ja. ze, kregen ze dubbel in de warst terug. Ja, natuurlijk. <laughs> dus dan begonnen ze niet zo gauw, aan, maar ze nee. dus waren niet wat deden ja Ja. Maar als van zei, nou, die, die mannen, die man is gewoon paas dood, of paas al een hele tijdje dood, ja. in, in Mawerk. Nou, die was ook is een zo op mijn. De, had ik had ik gezegd dat ik zelf moest gaan leren, want die jongens die hadden de kelder vol laten lopen toen ik mijn vakantie was. Toen ja, ja. had ik de kraan en de slang eronder laten zitten, ja. buiten. dan hadden die jongens die tuinslang door de kelder aan bij me gewerkt en ja. toen de kraan open gezet. Toen kwam je thuis dat de hele kelder onder water. Ja, ja. was ik kelder een stuk wat over, was niet waar, hij, maar ik wist zeker dat het was, die jongens hadden het mezelf verteld. Dus die was daar boos over? Maar die bleef hij er ook boos over? Nee, ja, ja we dat er niet meer. Voor de politiek bezorg jij ook gemeenteraadsvergaderingen. Ja, ja. En die verwerkte hij dan in die stukjes? In stukjes, ja. Als verkeert ze in de raad op maar niet aan ja. dan kregen ze. Uh... Wat waren nou de leukste raadsvergaderingen? Welke gemeente kon je veel lol hebben? Ja, in Zoede. Ja, Zoelen was waarom, was, waarom was dat leuk? In ja, dan ben je gezellig onder elkaar. Ja, ja. Ik zei in buren weleens geweest, dat was keekhoogtijd nog, nog wethouder. Ja. In buren is ik geweest met de raadsvergadering. Ja, en dan bij een Eggert, maar ja, Eckert, de vergadering in Eckert, ja die viel er niet, viel er niet gauw af. Er was een paar goede vriendjes met houtkoper. Ja, ja. Goeie vriendjes. En dat er die, die houtkoper met die kraaiveld, daar kon ik het goed mee vinden. Ja. Die is dan ja, ja. Een postje geweest. En, oh ja, die is tijdelijk geweest. Ja. En, en, en dan je hem helemaal goed. Ja. En met deze week, deze week zie ik me weinig gevoeld. Ja, maar die heeft misschien gelukt dat je niet meer schrijft. Ja, dus dat ligt wel, ja. <laughs> ja. ongetwijfeld heb je heel veel anekdotes meegemaakt. Ik ben heel benieuwd van wat is nou blijven hangen. Wat is nou een bijzonder iets? Waarvan je zegt: van, Nou, dat is, dat is wel iets waarover doorgepraat werd, of waar vragen in gesteld werden in de raad, of dat je dingen had losgemaakt, echt een nieuwtje wat anderen helemaal niet wisten. Ja, ik, weet het, ik heb gehad, vooral over het Lingenmeer. Ja? Ja, over dat de, de Lingenmeer toe. Over de bouw hier bij het Lingenmeer? Waar ging dat precies over? Ja, he? Ik heb een keer geschreven gehad dat als er een goede storm kwam, dan waren het hele Lingenmeer weg. Want waren eerst één steen smuren. Ja. En dan hadden ze. En was je burgemeester. Het, was, het begin het was natuurlijk maar wethouder wethouder En halftijds burgemeester. Nee, die halftijds had helemaal niet op mij staan. Ja. Niet nou, had ik het te, te pakken gehad. Mocht je eigenlijk wel alles schrijven? Mocht dat van de redactie? Ja, alles. Zijn we nooit... Je ik hebt het, nooit van de redactie... Nooit de, redactie uh... de redactie, nooit uh, iets dat gehad mij, nooit. Nee. Ja. Want ik, 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 ik Ja, daar kom, ik bleef netjes, hè. Ik, of netjes, ja. maar netjes nu, maar ik vind nooit iemand op het geloof aan. Mm -hmm. En ik bleef af, af van het geloof vooral. Ja. Ik bleef vooral eraf. en ik ook uh, over het Koningshuis, ik voorzichtig mee. Ja, ja. Ik kan nooit, ik zeggen, dat ik nou echt... Uh, dat, koning, dat het koningshuis huis aan zou vallen. Nee, nee, ook, ook nee. Niet. En het geloof ook niet. Je, je op... deed het ook vaak met een knipoog. Hè? Het was altijd ja. iets van humor. Scheelt het nou wat dat je in dialect hebt geschreven? Dat, dat Beïnvloedt dat dan toch zeg maar, de lezer? Ja, dat is geen heel stuk. Ja, dat is de Hilip. <laughs> ja, dat kon, ja, dat kon En dat Barry, die komt er ook niet tegen. Bergmeester Barry uit Tilly. Nee? nee? Nee. Die reageerde daar wel eens op dan? Ja, 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 ja. Die reage... ja goed, zelfs nog. Die reageerde erop toen ik hem geschreven had. Het ging over mede. de eerste aanval van Tiel op mede. De eerste, ja. eerste aanval van Tiel ja. op mede? De eerste aanval van Tiel op mede. Dat had ik geschreven. Dat ik de burgemeester, als hij had zien lopen, de burgemeester van Tulenberg, echte Duitse leersen houden. En in Praag en Paskampje, dat echt het sieren al. <laughs> was die kelkwater. Ja, dat vond hij niet leuk. Nee. 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 Je hebt verder ook heel veel lezingen gehouden. hè? Ja, ja, ja. 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 Uh, al nou, verhalen vertellen hoor. Ja. Vertellen, maar meestal voorlezen, want vertellen die ik weinig, allemaal mm -hmm. voorlezen. Ja. En die verhalen, hoe kwam je eraan? Die hebben we gewoon in maken. gemaakt. Waren die gebaseerd op, op echte gebeurtenissen? Echt, of? In een grond van waarheid zat erin. Ja. Een grond van waarheid zat erin, maar toch niet meer zelf gemaakt. een prachtig kerstverhaal gemaakt. Ja. Er is nog met jongen een veul gelezen op de christelijke school in, uh, in Ede. Ja, ja. En in in, in de eren, het eerder, het eerder, hebben mij nog dat verhaal gehaald. Ja. En ik pas naar voren. Nou heb ik het klaar liggen. Voor, ik heb het nog klaar liggen. Ze komen snel nou weer een, een, een interview doen van, uh, van Radio Gelderland. Of van televisie, ik weet niet komen. Hebben wij gebeld of ik ja. een mooie oorlogsverhaal daar liggen. Ja, ja. Ik heb een kerstverhaal gemaakt over de oorlog. Ja, ja. ja. Dat er, toch ondanks uh, alle nodigheid een mooie Kerstmis was. Ja, ja. Ik denk dat het toch leuk is als we straks ook. Uh, of als we ook een aantal verhalen opnemen die je die je voorlees. Ja. Uh, ik had dan nog een vraag over. Um, weet je, je 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 hebt ook gewoon verhalen uit de Bijbel genomen en die die heb je dan in dialect beschreven ja, of niet? Ja, ja. ik heb een heleboel geval denk maar nou je moet de week gebrand dat het zou boven liggen denk nou. Ja, ja. Ik heb in ieder geval denk, ik heb geschreven verloren zoon Ja. En ik heb geschreven van Goliath en David. En ik kreeg het van Simpson. Waarom heb je ervoor gekozen om bijbelse verhalen te nemen? Hoe kwam je aan die thema's? Waarom van... bijbelse verhalen? Die, die het waren mooie verhalen. Ik kreeg een keer een kinderbijbel. En daar stonden, die hadden ze ook de mooiste verhalen uitgehaald. Of de mooiste. Ja. En dan had ik geschreven, dat de Simpson, die eerste zelfmoordenaar nou was. Ja, 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 ja. Die gingen de Piraren schudden en duwden ja. de hele Piraren in elkaar. En heeft net zo geschreven, die duwden de hele Baleis in elkaar. Ja. En van de Rijers, maar ook alle Filipijnen werden naar de Baleis geschreven. Ja, in ja. dialect geschreven. Ja. ja, ja. Maar het is eigenlijk je eigen interpretatie ja, ook ja, van, ja, ja, van, ja, ja, van ja. verhalen. En ook de verloren zoon had geschreven dat hij, ja, zijn honger. Ja. Dat hij dat, dat keuzes eten vraat. Aat dan, dat je ja, zeggen. Ja. Maar gelukkig nog die vrij was door die tijd, Dan ja, hadden ja, ja, ja. we door zo nog in kunnen schrijven. Ja, dus je probeert ook nog in eigen tijds uh, ja, 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 te maken ja, 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 ja. Ja. Waarom ben je eigenlijk gestopt met uh, die succesvolle columns, stukjes van Hannes? Het werd ik 30. Dat is de reden om te stoppen? Ja, ja, ja vond ik het zat. Ja, ja. Op ja. 1, ja, 1, ja, 80, ja. Uh, je hebt speciale belangstelling voor geschiedenis, met name voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Dat ik dan in gezeten heb. Je was 18 toen die begon. 1922 geboren. 18 toen je begon. Dus jij ja. hem heel bewust meegemaakt. Ja. Ja, vooral hier de evacueren hier. Toen we eerst op de ochtend op de schepen naar Papendrecht toe. Ja. Dat ik een vrouw van gemaakt ook. En nou, toen we dan geëvacueerd zijn in 44. Ja. Dat we gewoon gejagen zijn feitelijk. Ja. Dan kwamen de Duitsers eruit, eruit, eruit. Ja. Ze moesten weg, ze moesten allemaal weg. Nou, met, denk ze mee te nemen. Andere, de andere dag zijn we nog een keer terug geweest. Maar je moest maar zien waar het terecht kwam, want er was niks georganiseerd. Nee. Niks, helemaal niks. Want nee. Nee. je was ook nog betrokken, paar, kort geleden, bij die uitzending van de VPR rond, rond de familie Frank, hè? Ja, ja, ja. die hier uh, gewoond heeft. Worden we hem Waarom van meter vandaan? Die met familie, familie heb je dus goed gekend? Ja. ja. Wonen er meer Joden in, in, Ochtend, in, in Ochtend. Dat was eigenlijk de enige familie. In de eh? familie ja. Ja. En die kwamen wij toevallig, we we er groot mee ook. Ik moest in '42 naar Duitsland. Ja. Ik, had, ik ben nooit gegaan, maar toen gaf Frank. Ja. Toen die tijd, '42 kreeg ik 50 gulden van hem. Ja, ja. 50 mark. Zelfs Duitse mark kreeg ja. van hem. 50 ja. mark, de hand zit dat hij in Duitsland zit. Je altijd nog geld om terug te komen. Maar ja. de vluchten wilden ze je, ja. je kunt altijd nog geld, geld hebben en terug te komen. Ja, ja. Zijn er nou dingen waar je op dit moment nog mee bezig bent? Dan ben je 87, maar volgens mij ben je altijd bezig nog. Al ik ben nou bezig. Ja, ik doe door. Ik ken Ik ben verhaal bezig. Met, ik ben met een boek bezig, ja. over, samen met, uh, met mijn neef van mij ja. over, over 100 jaar harmonie in Ochten. Ja. En ik ben een verhaal aan het maken over de kermis die in Ochten verboden is in 1914 wegens de onregelmatigheden en de vechtpartijen dat er niks geen nieuws onder de zon is. Nee, er is niks nieuws. Dat was in 1914 verboden. Verboden en er zat zo, die was, in de ochtend weer knap gevochten. Ja. Maar iedereen, huis aan huis, mochten ze toen die tijd nog jenever verkopen. Ja, de die deden misschien stiekem. Ja. Maar dan weer dan jenever verkocht. Ik ken het, iedereen verkocht gewoon jenever in huis. En toen kwamen er de vechtpartijen kwamen er, dat, dat is gewoon automatisch. Want ze zongen dan altijd, wij zijn de jongen van de stenenbakkerij, wij gaan gewoon gestatsen meer opzij. Als er een of zo kwam, dan, uh, ja, ja. <laughs> dan was het donderen. En in ieder geval, die werd er zo gevochten, er toen kwam de nieuwe burgemeester die kwam. de wat nou de vader van, van Jan Houtkoper, die werd de burgemeester hier. Ik zag ze in ochtend krijgen, zei hij. Die vechten ervoor, ze versterking komen met Kesteren. Ja, ja. Maar die dienstborden waar hij werkte, die dat gehoord dat je dat gezeten had. Ja, ja. En die vertelden daar in de ochtend: denkt erom, jongens, gewoon dat Jullie ja, krijgen versterking. Er komen kerst de kerstse die komen. En die komen om zeven uur, half acht. zou het in de ochtend zijn. Ja. hebben die jongens gedaan toen, toe. Stel jongens, zijn vader was er ook bij, Die had niet over. En die hebben nu die priestjes opzetten te wagen bij de Dingenbrug. Ja ja, ja, ja. En wisten, in de ochtend waren, zagen ze al in de Dingen. Hebben ze de Dingen gedaan met fietsen en Kijk. <laughs> en toen moesten ze de kermis. Toen moesten direct de kermis afgeschaft worden in de ja, ja. En dat, dat, die publicatie komt nog? Die moet nog komen, ja. Ja, ja. daar ben ik nog mee bezig. En, in, en dat het boek over 100 jaar Harmonie, dat gaat over Harmonie dan, in? In Ochten, in Ochten. In 1911. Dat ja. is eigenlijk opgericht. Ja. Nou, eigenlijk was de Tiertse Vrijwillige Muziekvereniging, die had er mee afschuld aan. Die, die hadden ze ingehuurd in Ochten, ja. want toen hadden ze twee muziekorpsen. Ja, nog steeds. hè? En met één hadden ze gehuurd met, to, to de, in 1909, toen uh, Juliaantje geboren is. Mm -hmm. ja. Toen is, die, uh, is de muziekkorps in Tiel in Ochten komen spelen. En toen is hier de harmonie opgericht? En toen is, nee, toen is ze begonnen. Met, ja, ja. Met, toen is het begonnen, nog niet, niet opgericht. Maar ik kan meen, een hender is Tiel, kan tenminste nog te leren. Ja. Ja. Um, je hebt ook wat met, met Tiel. Je hebt veel verteld over Ochten, ijzerdoren, Echtelt. Maar je hebt ook nadrukkelijk wat met Tiel. Je hebt heel veel in Tiel gezeten. In Tiel op ja. school gezeten, school. Je hebt in Tiel gewerkt. Doet dat ook bij aan de contacten, het feit dat je bij ja, een spoor werkt? Ik, ja, het is, vooral een het tijdelijkheid. <laughs> ja? dat kreeg van alles te horen? Oh, als ik dat niet gehoord hè? Had, heb ik de meeste tips gekregen. Hè? Ja? Och, mensen, toen nou. En dan leer je ik, de, ik, de mensen ook natuurlijk kennen daar. Ja, ja. vooral die Zusters bouwmaand, waar de heer heel goed in mensen. Ja? Die kreeg die man, die een broer van hem, maar met van die Zusters. Die kostte in de kerk. Was. Misschien die heeft hij nog, nou, ik weet niet, hij had een museum aan het intiel. Oh ja, 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 die zit in de Bernardlaan. De oudkoster, de Beer. Die Leeft hij nog? Die leeft nog, de Beer. No, no. Ja. Ja. En daar, schoon, daar was drie hij had hij. Ja. En die waren een keer uit, uh, uit, uit de zangvereniging gezet. Ja. de die, die katholieke zangvereniging en had een dirigent, het erker van het avond dat weet ik niet. Maar wat een wat. En die mochten, die mochten ze niet meer meezingen. Die mochten ja. alleen nog zingen bij trouw, trouwen. Rouw- en trouwdiensten mochten zeggen. Ze mochten niet ja, ja. meer het koor zingen. Ja. Oh, God. Jankert, ik jank, het, ene huil, stond het loket te huilen bij mij ja, in het ja. type station. En daar heb jij toen een verhaal van gehad? maar, maar, man. Ze zijn dankbaar geweest. Maar die hoop, hij is daarover geweest. De pastoren zijn er nog mee gemoeid. Ja, ja. Die wisten er ook niet. Is dat goed gekomen? Is goed gekomen met een ja. ja. Nou. We gaan uh, luisteren en kijken, maar ook luisteren naar een verhaal van uh, Hans van der Hatelt. Uh, hij begint met het uh, Bijbelverhaal van de verloren zoon. En dan uiteraard in het hele specifieke Betuwse dialect, zoals alleen Hans van der Hatert dat kan. Een rijke keel had twee jongens. Die hielpen hem zijn bedoeling te besturen. De minst was met de jongens achtergebleven. Zijn vrouw was al een paar jaar dood. Toen de jongste jong al dat werk op het begon te vervelen. hij hangt hem de keer uit. De jongen naar zijn vader en vroeg aan hem... ...of hij moeders besterf kon krijgen. Hij wou er daarmee tussen trekken en de brede 14 opgaan. Daar vragen hem dat geld deze zijn vader veel leed. Toch voldeed hij aan het verzoek en gaf hem het toekomende paard. Toen jongen de cent in de zak had, ging hij mee van deur. Hij trok naar de grote stad waar het leven veel en veel aangename was. Er was van alles te beleven. Hij jongens een beetje de losbal uithangen. Hij deed mee aan alle feestjes... En kreeg dat deur Veukamaroui. Hij hield die duk vrij. Hij was de grote man. De jong die toch het nooit van zijn leven dacht toch nooit van zijn leven op zou kunnen komen. Maar al gauw had hij een vraagdeur gejast. Vooral de Veule vrouwtjes die hij had leren kennen, wisten daar waarom het mee. Toen hij op de fles had en zo arm weer wie muren, kon hij de huur niet meer betalen. Hij werd er uitgebongeerd. En wat heel erg en gemeen was. Dan was dat zijn vrienden uit de stad niet meer naar hem omkeken. Hij bestond voor haar niet meer. Al armer en armer wordend, wie werd hij toen aangezet een keuishuur te worden. Door in de bergen rond te kreeg hij berouw van wat hij zijn vader en zijn broer had aangedaan. Maar helaas, wat was te laat. In Poskelotter kwam er iets in de hongersnood. En om niet van de honger door te gaan, had hij zelf het voeien van de keuzes op. Gelukkig voor hem was er nog vrij voor die tijd. Hij dacht toen veel aan zijn avondelijk huis, waar hij hard aan moeten werken, maar toch onbezorgd had geleefd. En de jong begon te schrauwen. Diep en diep in de ellende zittend en gebukt, gewoon de verdriet en berouw, besloot hij om naar huis terug te gaan. Hij zou dus zijn vader spijt gaan betuigen. Met het naar huis lopen kreeg hij is op de voeten en de knol raap... Dat is een zeer. Het was voor hem een boete toch. Over de achterdeur kijkend zag Fatje hem er strompelend aankomen. komen. De min schoot vol. Hij had een vuurgevoel gehad. Toen de jonge vader zag knielen, knielde hij voor hem neer. Vader, zei hij, ik ben niet wettig. Een zoon genoemd te mogen worden. Vergeef mij al de zonden die ik heb misdreven. Fatje viet hem met de lurven en woordde hem op. Hij viel hem in de hals en zei dat alles vergeven en vergeten was. Hij schonk hun vergiffenis voor zijn vroegere rutsigheid en zijn dwalingen. Toen viel hij hem met een arm en nog een mee naar huis in. De jong die er identvies uitzag, wie van kop tot kont het neeëngrij gestoken. Vader ging de keuken in en liet de dienstmaagden en keukenmeiden een feestmaak maken. En weer de kalf te de deur afgesneden, en de kurken weer van de flessen getrokken, en zo weer de terugkeer gevierd. De andere jong, die van naar het naar huis was gekomen, weer een beetje vuil. Hij zei: Ik heb altijd trouw voor jou gewerkt, maar van mij had ik er nooit geen feest meer aan laten terug. Zei blij, mijn zoon, zei papa, want jouw broer, die in onze ogen al de pijp uit was, is in het leven teruggekomen. Zowel het kan, is ons gezin weer bij elkaar. Toen jong het hele koor aan tafel zongen, zitten. Het eten weer opgediend en iedereen die in huis was, duilde in de feestvreugde. De in harris ogen afgeschreven jong, wie we thuis en samen zongen ze ja 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 ja, hij was een verloren zoon. In de oude veiling was het natuurlijk hartstikke druk. Het medium zou na's mensen ook dieren hebben. Met paard, honden en katten, witte muizen en ratten. Ja, er kwam zelfs nog een minst van een Lama naar Jomanda's koninkrijk. Het volk deed erom om of dat heilige maag ergens was. Tijd de familie Tsule gingen met Sven Gary het ook naartoe. hij Harris zijn soms Max was niet in orde. Ze gingen naar het medium omdat de VS er niks meer in zag. We gonnen wel met Max, maar je moet ook wel eens naar jouw buik laten kijken. Ik zei, als al in dagen aan de zit, Harry. Ja, dat is zo. Het lijkt wel een wijndoos in de buik het. Druk praten, dan dus komen ze bij de hal aan. Die zat bekend hartstikke vol. Dat kreeg weer last van zijn buik. Vandaar dat hij samen met Max nog bij, dik bij je manda ging staan. Maar voor een hond goed is, daar heb ook van mijn mompelde hij. Je daar, die juiste dieren hielp. Met de dieren ingestrouwd water te geven en ze over de rug te strijken, dit is haar het, het gaf een hele consternatie toen je man daar bij de lama kwam. Het dier was er niet van gediend, want iedereen die bij een dier in de buurt kwam, werd in het gezicht gespits. Lot nou Tut in die tijd ook weer last van buikrampen krijgen? Hij holde naar de plek waar ook de koningin te voet naartoe gaat. Toen de sessie afgelopen was, zei Tut: Het was een vruchtbare dag. Onze Max is er een stuk beter van geworden. Kijk maar, hij kwist wel met de staart. En hoe is het met jouw buikje afgelopen? Het ze je, je nog over de buik gestreken? vroeg Harry. Tot vertelde dat hij in de hal weer een aanval van kramp heeft gehad. Ik was een beetje te lauw. Het vieze onderbuikje dat kreeg heb ik uitgedouwen en bij jou in het tasje gedouwen, dat onder de stoel stond. Gerry zei niks. Ze dacht blijkbaar na. Want een zei ze, wel waar toch over de onderbukje in mijn tasje. Ik heb hier mijn tas bij me gehad. Er komen hier veel mensen uit het westen vandaan. Je weet wel, kunstenaars, professors en directeuren. De praat ik tegen zo zuiver ik kan. Want die willen ons Betuus niet horen. Maar maak ik mijn stukjes verrijk en vererm, dan loopt mijn Betuus hard weer warm. Die schrijf ik altijd met plezier. Want die woorden verstaan ze hier. Die klinken niet zo ijdel, die liggen ons zo goed. Die woorden scheppen ons vertrouwen en geven ons levensmoed. Je kunt er altijd op blijven bouwen. We weten allemaal dat onze betere touw de mooiste is die er bestaat. Die touw schept een baan en die is van Treviërle Wat Wie het mooiste uit die touw ontdekt, is het, het woorden of het gewoon gesprek, die kan ook heel goed gebeuren dat hij of zij onze hartkloppingen kan horen. En zeggen ze het. Platte, het is platte boerenpraat. Er kan me niks, maar ook niks deren. Ik zal in mijn stukjes zo goed als ik kan onze mooie Betuwse taal blijven vereren.